Ik dacht vroeger dat ik helemaal niet zo echt kon tekenen, want in mijn klas op de middelbare school kon iedereen gewoon uit zichzelf echte mensen tekenen. En dat kon ik helemaal niet, dus ik dacht, ja, dat kan ik niet. Maar ik kwam erachter dat ik een realist ben, dus naar waarneming kan ik wel werken. En dat heb ik ook heel erg geleerd. Dus dat realisme, dat past heel erg bij mij. Daar ben ik vanzelf in verder gegaan. Uiteindelijk kwam ik met de portretten. Ja, de mensen liggen mij heel erg. Mensen, het is altijd mensen. Toen kwam ik op een gegeven moment in aanraking met pastelkrijt. Dus ik schilderde met olieverf. Ik had een mooie stevige toets, zei mijn leraar. En toen ik die krijtjes aanraakte, toen was ik verkocht. En iedere leraar die ik toen had, die vond dat helemaal niks. En die zei, ja, tekenmateriaal. En je hebt zo'n mooie toets. Ja, dat is ook zo. Maar dat krijt, het voegt iets toe voor mij. Ik voelde het als een verlenging van mijn vingers. Als kind speelde ik al. Ik deed alles met blote handjes. Ik was altijd vies. Ik moet voelen. En dat is dat krijt, dat voegt toe. In september kwam ze op de donorlijst en dan is het de verwachting dat je daar wel 2-3 jaar op staat, ja. Maar dat kan natuurlijk ook heel snel. Ja. En dan was het 28 november en dan ging de telefoon, ja. 'S morgens om 5 uur en ik nam op en er was een nieuw hart voor haar. Iedereen was blij, ja. Alleen ik maakte haar wakker en toen zei ik tegen haar, is een donorhart voor je. Ja. En toen zei ze van, ja, maar ik wil nog niet dood. Ja, zei mijn kind, je gaat niet dood. Nee. Je krijgt een nieuw leven. Ja. En dan wordt ze geopereerd en dan hoor je om 5 uur 's middags dat het hart voor haar niet is gaan kloppen en dat ze is overleden. En dan heb je niks meer. Geen hart, geen kind, niks. En dan houdt het op. En dan ben je er kwijt en dat wil je niet. Dat wou ik niet. Niemand die dat wil. Nee. En dan ga je van alles verzinnen om wat terug te krijgen, maar dat lukt niet. Nee. En dan is het toch de oplossing van het portret geweest dat ik toch een beetje het gevoel heb van dat ze niet weg is. Nee. Niet voor altijd. Nee. Snap je? Ja. Wat voegt een portret wat ik maak nou toe? En ik heb ontdekt dat het altijd emotioneel is. Het heeft iets anders. En ook al is het een heel realistisch portret, het heeft een andere emotionele waarde. Dus je moet er ook zorgvuldig mee omgaan. En je moet ook respecteren wat iemand, waarom iemand een bepaalde foto wil. Ik heb een portret gemaakt, ja, dat ik dacht, waarom die foto? Dus je gaat de discussie aan met de opdrachtgever en dan wordt duidelijk waarom. En dan ga je dat proberen. En die wilde ook graag groter dan normaal. Nou, dat vond ik ook helemaal niks. Dus je gaat een soort discussie aan, maar uiteindelijk had zij gelijk en heb ik dat gemaakt. En het is altijd heel spannend, omdat je de gelijkenis, zoals ik al eerder zei, de gelijkenis die heb ik vaak in het begin direct. Maar dan ga ik toevoegen en dan ga ik... Ja, er komt meer kleur op, er komt meer body en ieder streepje wat je maakt, dat verandert de afstanden, dat verandert de vorm. Dus de gelijkenis komt en gaat en ik weet wel wanneer ik er ben en soms dan ben ik er al, dan heb ik nog niet de huid die ik wil hebben. En wat heel mooi is dat een bepaalde opdrachtgever die heeft toen tegen mij gezegd van jij hebt de vrijheid om te maken wat je wilt. En ik had dat portret had ik klaar en toen was het eigenlijk nog heel grof. Dus ik kan het helemaal doorwerken, maar ik kan het ook heel grof laten. En toen heb ik gezegd, nou kom maar kijken. Ik heb alles wat ik hebben wil, de gelijkenis heb ik. Maar als jullie willen dat het fijner wordt, dan moet ik nog weer door gaan werken. En het mooie is dat ik kom tot nu toe altijd het is dan goed. Thank you.
19 was en als ik een schilderij keek, zag ik een verloren jongen, om het zo te zeggen. Iemand die, ik weet niet, die het niet meer zag zitten. Iemand die er alleen voor stond. Ik zie nog steeds iemand die er toen die tijd misschien alleen voor stond en op een punt staat van volwassen worden. Maar ook iemand die sterk geworden is en zich anders en zich beter heeft ontwikkeld. Op het moment dat ik het schilderij gekocht heb, heb ik hem in huis genomen en toen vroeg ik mezelf af van wil ik hem aan de muur hebben of niet. Dan heb ik Thea gebeld en heb ik gevraagd van goh, vind je het erg als hij eerst op zolder zou komen? Want ik had er best veel moeite mee om het schilderij op te hangen en daar toch naar te kunnen kijken. Nou, toen zei Thea van je moet doen wat jou goed lijkt. Dus ik heb hem eerst een x-aantal maanden op zolder gehad en op een gegeven moment heb ik hem eraf gehaald en heb ik hem een plek gegeven. En, nou, vanaf dat moment heb ik rust gekregen en hij hangt zelfs boven mijn bed. En het is een schilderij geworden, of eigenlijk een symbool geworden, waarvan ik, als ik daar naar kijk, heel veel energie en kracht krijg. En ja, toch wel een soort van afsluiter van een moeilijke, maar goede of minder goede tijd, maar toch wel een moeilijke tijd. En waar ik toch wel met een goed en gerust hart op terugkijk. Ik heb hem gemaakt en ik ben er blij mee, maar dat weet ik echt niet meer. Hoe weet je nou nog hoe het begonnen is? Nou, ik wil eigenlijk een schilderij van Marten. En dat hij nog klein was in de tijd dat hij nog heel onbevangen was. Ja, en precies. Eigenlijk een jong kind op het strand. En we hadden het over het strand, want we houden allebei van het strand. Ja, het strand. Dus ik zei, ja, er moet ook wel strand moet erachter. En jij, het mooie van jou vind ik, dat je altijd wil kijken van wat zit er nou achter? En hoe komt het nou en waarom wil je dat? Nou, ik wil dat, omdat Mart zijn vader is overleden toen hij 11 was. En toen daarna is het eigenlijk anders gegaan met hem, om het zo maar te zeggen. Ja. Het is echt mijn trots. Het is natuurlijk mijn kind ook, ja. Maar dat je het dan zo mooi in beeld hebt. Dus dat beeld kan ik gewoon ook elke dag naar kijken. Dat vind ik ook wel mooi. Ja, wat is het nou anders dan een foto? Want dat vraag ik mezelf. Ik weet dat het een andere emotionele waarde. Het leeft. Het leeft. Oh, hier, een foto is dood. Ja, ziet die foto is dood. Dit leeft. Het is net of je er zo af kan stappen. Dus, dat was een heel groot compliment. Ja. Een foto is een beeld in een reeks. En een portret wat Thea maakt is eigenlijk meer een gevoel. Dus je ziet wel het beeld, maar je ziet heel veel meer eromheen. Beleving, een fase. En dat is wel voor mij het verschil. Ik kan iedere dag naar dat portret kijken en dat raakt me. En ik kan niet iedere dag naar een foto kijken. Want dan denk ik, ja, die heb ik al gezien. En dat portret heeft blijkbaar andere dingen in zich, waardoor ik alsmaar geboeid blijf kijken. Zij gebruikt heel veel laagjes, waardoor er heel veel diepte komt, dus heel veel kleur. En zij pakte altijd momenten heel intuïtief die zij spannend vindt. En voor een kijker, voor mij zijn dat dan momenten waar ik emotie in zie. En ik snap niet hoe dat werkt. Ik was erbij. Deze hing 2 jaar geleden op het Noordzee Jazz Festival in Ahoy. Roy Hargreaves is dit. Thea had toen daar een expositie met allemaal jazzportretten die ze gemaakt heeft.
En de bezoekers van het festival die keken eigenlijk tussen de concerten door, wandelden ze door Ahoy en kwamen voorbij deze portretten. En dit is zo'n portret dat heel erg de aandacht trok, vooral door de kleuren. Als je het van grote afstand bekijkt, en dat kon je in Ahoy heel mooi zien. Dan, ja, die jas die is wit, dat zie je ook. Maar als je dichterbij komt, en hoe dichter je bij komt, zie je dat er een hele grote schakering aan kleuren in zit. Er zit heel hard gifgroen in, er zit oranje in, er zit blauw in. Ja, ik vind ze heel fascinerend, vooral ook omdat ze heel verschillend zijn. Je ziet ook dat ze zich heel erg ontwikkelt als kunstenares. Als je kijkt naar die jazzportretten, die hebben eigenlijk allemaal een vrij grove, ja, ik zeg dat als niet kunstkenner, maar als beschouwer, een vrij grove opzet, maar hebben daardoor juist wel heel veel sfeer en kracht. Als je kijkt naar bijvoorbeeld haar kinderportretten, die zijn heel gedetailleerd en heel precies. En daar is ze ook heel lang mee bezig om ze precies goed te krijgen. Hè. De geportretteerden moeten het echt worden voor haar. Ja, en ik hou heel erg van kleur, dus dat komt er allemaal in terug. Vanaf de eerste lijnen had ik eigenlijk al het gevoel dat het iets heel moois werd, want er werden even in het eerste moment een paar lijnen op papier gekrast en als ik tussen mijn oogharen doorkeek, dan zag ik eigenlijk al dat ik het was. Nou, dan tussendoor heb ik nu af en toe even een fotootje gezien via Facebook. Uiteindelijk is hij af en ziet hij er prachtig uit. Eigenlijk nog veel mooier dan wat ik verwacht had. Als ik hier naar kijk, dan zie ik mezelf. Ik heb het al eens vaker gezegd, ik speel niet graag voor groot publiek of zo. Ik ben wat dat dan gaat redelijk gesloten. Ik doe dat voor mezelf, omdat ik dat heel leuk vind, gitaar spelen. Zoals die handen over de snaren gaan, ja, is het gewoon helemaal af. Dat ben ik. Het is niet alleen een portret maken, maar het is ook met mensen omgaan. En ja, dat is zichtbaar, denk ik, in wat ik maak, hoop ik. Ja.